Oh, wat heb ik toch in slaap gesukkeld. Wat is dit nu? Wie heeft dit in... Tante? Tante? Heb jij deze... dit briefje hier neergelegd? Een brief? Ik? Nee hoor, wat zou ik een brief voor jou dan neerleggen? Ik ben toch niet gek? Vreemd. Februs Green. Venetië, 29 februari 1736. Zeer edelgeachte Februs Green. Ik gaarne hoop dat jij deze brief binnen snelle tijd vindt. Want jij, Februs, bent immers mijn allerbeste vriend. Tijdens jouw reizen des onbekende heb je immer en overal merkwaardige vondsten en de ontdekkingen gedaan. Deze zijn het magistraat wereldwijd zeker nooit ontgaan. Al deze vondsten bewaar je keurig en oprecht in je wonderlijke rariteitenkabinet, die jij veilig in jouw vertrouwde toneeltoren nabij Driepoort hebt nedergezet. Wij gaan jou hiermee belonen met een uitzonderlijk kleinood. Een magische steen, zuiver en devoot. Eén taak voor jou om vlug en vlot nog vier stenen te vinden tot slot. Vier stenen die jouw familiestamboom vertegenwoordigen, om onze dank naar jou te verduizendvoudigen. Jij zult zelf moeten zoeken en de ontdekken waar de anderen stenen zich verstekken. Met magische groet, Silvio Agenore, Fiorentino Adamo, groot magister der wijsheden en magie. Nou, een hele brief van Silvio Adamo, dat is een goede vriend van mij. Die is ook net als ik tovenaar, alleen hij woont en werkt in Venetië. Daar is de brief ook geschreven, zie ik. Venetië. Oh, er is trouwens iets merkwaardigs aan de hand met deze brief. Deze brief is namelijk geschreven op 29 februari 1736. Dan hoor ik jullie denken, 1736 is een hele poos geleden, dat is al honderden jaren geleden. En toch zit ik nu hier en lees ik deze brief. Zou het misschien komen dat ik deze brief nu pas mocht ontdekken, omdat ik hier nu ben, hier nu zit? Nou, ik zal jullie wel even uitleggen waarom deze brief toch voor mij bestemd is, ondanks dat deze al honderden jaren geleden geschreven is. Het heeft namelijk met het volgende te maken. Honderden jaren geleden ging ik op reis en had ik het zakhorloge bij me. Dat nam ik altijd bij me. En op het moment dat ik op reis was en dan de tijd wilde weten, keek ik gewoon even op het zakhorloge. Maar ik keek steeds minder vaak. Ik vergat te kijken, ik vergat de tijd. Doen jullie toch ook wel eens de tijd vergeten? Dat jullie allang binnen hadden moeten zijn om te eten of op bed hadden moeten liggen? Nou, ik vergat de tijd ook. En op een gegeven moment is de klok stil blijven staan. En vanaf dat moment ben ik geen seconde meer ouder geworden. Dus draag ik het zakhorloge veilig en oprecht gewoon altijd bij me. En als ik hier ben, in mijn vertrouwde toneeltoren of hier op Groenhout met tante Juliette, dan bewaar ik mijn zakhorloge in een speciaal, daar staat het, in een speciaal doosje. Dat is dit doosje. Daarin bewaar ik dan mijn zakhorloge. Er zit een poetsdoekje in, want ik wil het af en toe wat bijpoetsen, dat er zeker geen viezigheid op komt, want ik wil niet hebben dat mijn zakhorloge stuk gaat, want ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Dus af en toe pak ik het poetsdoekje en dan poets ik gewoon heel fijn mijn zakhorloge daarmee. Wat? Ik hoor iets. Een diamant. Het is de eerste diamant. We hebben er alleen gevonden. Eén van de vier diamanten die we moeten zoeken. En jullie hebben daarbij geholpen. Oh, dank jullie wel, dank jullie wel. Nou, dan hebben we dus al één diamant gevonden. Oh, oh, oh. Eén diamant.
Maar we moeten er nog. We moeten er nog drie. Een rode, een groene en een blauwe. Ja, en waar zouden die liggen? Misschien liggen die wel bij jullie. Kijk eens even onder jullie banken of stoelen of waar je nu op zit. Of een kussen waar je nu zit. Zit er een diamant onder? Nee. Nou, dan moeten we die maar via deze avonturen gaan vinden. Maar als ik naar de klok kijk, zie ik dat het avontuur van vandaag er al op zit. Dan kijken jullie toch gewoon de volgende keer weer. Nou, tot dan hoor. Dag. Een diamant. Wacht eens even, August Green heeft nog een vraag. Iedereen in Nederland is opgedragen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Vaker je handen te wassen en 1,5 meter afstand te houden. Dan heb ik dus gesproken met een schooljuffrouw, juf Linda. En dan heb ik ook wel een vraag van hoe lang blijven die scholen eigenlijk dicht? Ik denk dat ik die vraag beter aan iemand van de gemeente kan stellen. Iemand van de gemeente. De gemeente. Oh, wacht, ja. Zo gaan jullie niemand van de gemeente zien natuurlijk. Ja. Hallo, iemand van de gemeente. Mijn naam is August Green. Dag, August Green. Nou, ik heb een vraag. Hoe lang blijven de scholen nog dicht? Nou, de scholen blijven sowieso dicht tot en met de meivakantie. Maar allemaal meneren uit Den Haag in Nederland, die bepalen of het ook na de meivakantie de school nog dicht blijft of niet. Nou, dat is toch wel even hoor. En als jullie vergaderen in de gemeente, houden jullie dan ook van 1,5 meter afstand? Nou August, wij vergaderen allemaal vanuit thuis. En dan hebben we zo'n schermpje. Waar jij nu ook op kijkt. En via dat schermpje kunnen we met elkaar video bellen. En wij doen alle vergaderingen via dus een iPad of een telefoon. Maar in ieder geval via een schermpje, zodat we elkaar toch kunnen zien. En toch ook iets kunnen vertellen. Dus we vergaderen via een schermpje. En mogen kinderen dan wel met vriendjes en vriendinnetjes buiten spelen? Ja, August, dat is een ontzettend moeilijke vraag. Want eigenlijk moeten ook kinderen 1,5 meter afstand behouden. Dus ook voor kinderen geldt liever niet in contact met elkaar, direct met elkaar. Hè. Maar omdat de meneren in Den Haag ook gezegd hebben dat kinderen wel mogen spelen, is dat een beetje moeilijk. Maar ik zou je willen adviseren om niet met elkaar dicht bij elkaar te komen en je ook gewoon aan die regels te houden. En dan maar een spelletje op afstand of een ander idee op afstand, dat je toch samen kunt spelen, maar wel een beetje uit elkaar. Want ik snap dat iedereen heel graag wil spelen. Dank u wel voor de uitleg. Nou, doei. Doei, August. Nou, dit waren mijn vragen voor vandaag. Tot de volgende keer.